De ongeveer 80 zwanen die de afgelopen weken in de houtsnip in Hoek van Holland zijn opgevangen omdat ze met olie waren besmeurd, zijn weer terug in de natuur. Zaterdagochtend werden ze uitgezet op de pier van Hoek van Holland tegenover de tafelbunker. Na 4 weken zorgen, intensieve zorgen voor de zwanen, hebben we ze om 10:30 losgelaten. Ze zijn weer thuis. Ja. Alle zwanen zijn weer gezond en olievrij. Ze zien er nog een beetje vies uit, maar schijnbedriegt. Voor vertrek zijn de zwanen nog even in de vijver gaan zwemmen. En dan glijden ze nog eens lekker door de modder en ze lopen door de zand. Dus voordat ze in de trailer zaten, was het net alsof je zeg maar varkentjes gaat vervoeren. Ja, zo zag het ook even uit toen ze uitgelaten werden. Dat is aan de ene kant natuurlijk wel lachen. Dat is jammer, maar aan de andere kant denk ik, ze zijn gezond en het is maar modder en dat is nou wel weer weg. In eerste instantie zouden de zwanen worden uitgezet op Goeree-Overflakke. Maar uiteindelijk is de locatie toch veranderd. We hebben heel goed overleg gehad. En alles, alle voors en tegens afgewogen. Nou, hier was geen tegen. De waterkwaliteit is niet slechter dan voor de olieramp. Dus dat is al heel belangrijk natuurlijk. Maar wat ook gebeurt op het moment dat wij kiezen voor ze verder weg te zetten, dat hadden we kunnen doen. Nou, een dag, 2 dagen later komen ze terug, want ze willen naar huis. En om ze die reis te besparen, zijn ze teruggeplaatst in de waterweg. En zo komt er een einde aan een lange tijd zwanenopvang. Hun zijn weer thuis en je moet daar gewoon vertrouwen in hebben. Dat heb ik ook wel, maar dat loslaten is gewoon even moeilijk. Dus onder mama's vleugels, onder de mama's, want we hebben veel mama's bij de snip. Ja. Maar onder de vleugels uit, dat is toch altijd moeilijk. Ja. Oh, waar is het? Waar is het? Oh, jij misschien? Oh, ja. En die witte?